We zijn hier vandaag bij de inauguratie van de leerstoel in Lokkeveer. Dus het is eigenlijk een beetje een D-day. Het is ook natuurlijk wel met gemengde gevoelens dat we hier een stuk staan. Ja, ik ben eigenlijk bijna zonder woorden. Hè. Ik ben overweldigd door, als je dus die mensen daar ziet, het is meer dan 100 participanten. Allemaal sponsors, dus de gouden sponsors zijn aanwezig, de zilveren en de bronzen sponsors. Ook de familie is aanwezig. Heren. Ja, zeker. Toen met de uitvaart van Danny zijn we achteraf allemaal nog eens samengekomen. En dan alle verhalen over Danny komen dan naar boven natuurlijk. En zo is het idee gekomen van Mark van Peel. Het was iets heel speciaals. Want daar stonden plots meer dan 100 mensen vanuit heel veel verschillende sectoren van de havenwereld. Die speciaal daar naartoe waren gekomen om uiting te geven aan hun diep verdriet over wat er gebeurd was. En ik kan u zeggen, ik ken ondertussen uiteraard heel veel mensen in heel de havenwereld, dit zou echt niet voor iedereen gebeurd zijn. Wat een eer, opgenomen worden en erkenning krijgen van een instituut dat door de mens werd opgericht om als kraamkliniek te dienen voor het ontwikkelen en bundelen van collectieve kennis. Daar zijn NAM terug te mogen vinden, dat maakt ons fier. En bewijst ons dat hij, weliswaar veel te kort, maar niet voor niets heeft geleefd. En dat geeft ons veel steun in het verwerken van ons enorm verdriet. Dank u wel. Eén jaar later blikken we als vanmoer terug op een groot verdriet. Maar vooral op een groot verlies, zowel voor onze logistieke groep als voor mij persoonlijk. De vierde poot van Vamour, we hebben de transportafdeling, de warehousing, chemicals en ports en intermodal is een afdeling die eigenlijk van nul is opgestart door Danny. Het is 100% Danny zijn idee en hij heeft die strategie uitgeschreven voor Vamour. En het is niet meer dan normaal dat we daar voor zorgen dat we op een manier zoals een leerstoel Danny daarin blijven meedragen. Ja, als Vlaamse Waterweg zijn we uiteraard bijzonder bekommerd om de voordelen die de binnenvaart biedt, de voordelen die Waterweg bieden op het vlak van mobiliteit, ook op het vlak van klimaat. Danny Lokkeveer is een man die wij ook altijd bijzonder geapprecieerd hebben als een visionair als het over vervoer over water gaat. En daar liggen net door de uitdagingen voor de toekomst. Dat is dat je op een innovatieve manier kan omgaan met vervoer over water. En wij kunnen niet succesvol zijn als reder met de zeeschepen die naar deze haven komen als we dat operationele binnenvaartverhaal niet mee helpen oplossen. Dus in zoverre dat wij er kunnen aan bijdragen, doen we dat graag. Het is nu met name in de binnenvaartsector dat wij hopen nog een substantiële verbetering te kunnen maken wat het aandeel in de modal split betreft. En wij hopen met deze leerstoel een aantal concrete, innovatieve oplossingen naar voren geschoven te zien. En vandaar dat wij vonden dat we daar absoluut moesten aan meewerken om het wetenschappelijk werk, wat heel belangrijk is bij complexe problematiek, om mee te sturen en mee te zoeken naar concrete oplossingen voor onze mobiliteit in ons land. En de leerstoel zich aanbood, hebben wij geen moment geaarzeld en gezegd op die manier kunnen wij ook hulde brengen aan Danny. Kunnen wij ook zorgen dat er ruimte gecreëerd wordt om in te zetten via de academische wereld op het versterken van de binnenvaart. Hij was er zich van bewust dat je eigenlijk, als je in de praktijk iets wil gaan realiseren, dat je ook goed moet nadenken, twee keer moet nadenken en ook een stuk wetenschappelijke ondersteuning daarvoor nodig hebt. Hallo. Dus, de leerstoel steunt op drie pijlers, zoals al eerder is toegelicht. Onderzoek, wat ik zelf zal voor mijn rekening nemen, onderwijs en dienstverlening. Kijk, bij deze verklaar ik de leerstoel Danny Lokkeveer officieel voor